Wat hebben Esmee Schreurs, Emma Boertien, Stefan Blaak en Johannette Zomer met elkaar gemeen? Alle vier zijn het leerlingen van het Noordic, het vroegere CLA. Johannette en Stefan, inmiddels over de hele wereld bekende muzici, keerden terug op het oude nest om samen een concert te geven voor ouders en leerlingen. Inderdaad, ik heb nog op het CLA gezeten, het Christelijk Lyceum Almelo. En ik vind het hartstikke leuk. Ik herken nog zoveel. Ik ben helemaal verbaasd. Alleen de kantine beneden, dat is wel een hele andere binnenkomst nu. En die is prachtig. Ik ben hier naar de HAVO gegaan. In 1976 ben ik op school begonnen. In de brugklas. En toen was ik in 81 was ik klaar. En toen ging je de muziek in? Nee, niet meteen. Nee, ik vond de muziek altijd heel erg leuk, maar echt als hobby. En ik heb pas later, veel later, heb ik voor de muziek gekozen. Maar ik heb eerst medische microbiologie gestudeerd. Dat ik ook wel een beta-brein heb. En in Hengelo, op het HALO. Toen ik klaar was met het HALO, ben ik in Hilversum op een laboratorium begonnen met werken. En toen ik daar begon met werken, ben ik op allerlei clubjes gegaan, ook een koor. En op dat koor zat een vrouw die al zang gestudeerd had. En ik mocht een keer een solo zingen met Kerst. En toen zei zij, Johannette, volgens mij moet je toch nog eens kijken of je daar niet wat mee kunt doen met jouw talent. Want ik had het dus niet als talent herkend. Ik vond zingen en muziek maken gewoon leuk. En dat heb ik toen gedaan. Samen met haar heb ik me voorbereid. En toen was ik ineens overal zomaar aangenomen. Dus toen dacht ik, misschien heeft ze toch wel gelijk. Toen ben ik in Amsterdam op het conservatorium begonnen. Het eerste jaar heb ik fulltime nog op het laboratorium gewerkt in Hilversum. En omdat je dan weekend- en avonddiensten hebt, kon ik elke dinsdag compenseren. Was ik elke dinsdag vrij en dan ging ik naar het conservatorium in Amsterdam. Maar ik had al heel snel door dat ik het heel erg leuk vond. En dat ik daar echt mijn ei kwijt kon, maar ook mijzelf kon voeden door de muziek. En heb na een jaar mijn baan opgezegd en heb nooit meer teruggekeken. En een druk programma nog voor de boeg? Ja, we zitten vlak voor Pasen. Dus de passies komen eraan. Alle Matthäus passies en Johannes passies. Alleen dan zal ik niet het Barmedie zingen wat ik net heb gezongen. Maar aus Liebe. Dan toch echt terug naar de sopraanpartij. In juni is er het 100-jarig bestaan, hè? Ja, dan ben ik van de partij. Daar hebben ze een boek voor geschreven. En dan mocht ik ook instaan. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Waar allerlei verhalen zijn opgetekend van mensen die dus, nou ja, die met leuke verhalen, die leuke dingen zijn gaan doen. Dus dan zal ik zeker van de partij zijn. Ik wou toch eigenlijk ook nog horen waar je zoal optreedt. Nou, dat is eigenlijk kun je wel zeggen de hele wereld. Zo nu en dan treed ik zelfs op in Japan of in Amerika. Ik ben nog nooit in Australië geweest en nog nooit in Zuid-Amerika. Maar Azië, vooral Europa moet ik wel zeggen. Maar echt overal. En dan vooral in de barokmuziek.